Joël Beukers, de fitnessvriend van Ari Boomsma, is niet blij met de manier waarop Vandaag site bericht over de discussie rondom supplementen. Hoezo allemaal spuiten erbij? De ruzie tussen Ari Boomsma en Renze Klamer over het gebruik van vitaminepillen blijft de gemoederen bezighouden. Ari promoot de supplementen, waar hij ook geld mee verdient, terwijl Renze beweert dat de meeste mensen ze niet nodig hebben. Joël Beukers, die samen met Ari een fitnessprogramma heeft, liet in een vlog zijn ongenoegen blijken over Renze. Vandaag in Inside besteden ook aandacht aan het geschreeuw van Joel, die ze een rare fitfluencer noemde. Ze vonden het vreemd dat hij zo fel reageerde. Hoe kijkt Joel daar zelf tegenaan? Joel zegt in een nieuwe vlog dat hij geen respectloze dingen wil zeggen over Johan Derksen, die aan tafel zat bij Vandaag Inside. Ik heb altijd een soort van respect voor mensen die ouder zijn en die het over Ari en een beetje over mij hebben. Of ik ze nou leuk vind of niet. Ik heb een soort respect, maar Joël vindt het wel te ver gaan dat vandaag InSight allerlei pillen en spuiten liet zien bij het onderwerp over Ari. Hoezo allemaal spuiten erbij? God, dit. Jezus. Joël vindt dat vandaag InSight een karikatuur maakt van de situatie. Ik weet dat je dit programma met een korreltje zout moet nemen en ik kijk het soms ook wel, maar dit is toch wel extreem ver met spuiten erin framen. Kom op. Joël snapt niet waarom Ari zo onder vuur ligt bij vandaag InSight. Volgens mij mogen ze Arie niet zo bij Vandaag Inside. Je mag van mij vinden wat je wil van iedereen, maar Ari doet wat hij zegt. Dat doe ik ook. Ik baseer me ook op wetenschappelijke studies en zondag. En de mannen van Vandaag Inside? Die hebben er volgens jou wel geen verstand van. Ik snap dat de heren aan tafel niet weten waar ze het over hebben, want die zitten niet in die scène, dus daar laat ik het ook bij. Ik pak even een lekker scoopie.